De radiopiraat is aan het verdwijnen. Het afgelopen jaar is het aantal illegale zenders bijna gehalveerd. En dat komt omdat de overheid onder de naam Etherflits met een klopjacht op de piraten bezig is. Ze betalen namelijk niet voor het gebruik van de ether en ze zouden het radioverkeer in de luchtvaart kunnen verstoren. De ene na de andere piraat houdt ermee op. En dat is een flink verlies voor de liefhebbers en de zangers van het Nederlandse levenslied. Ja, we gaan snel verder met het volgende verzoekje. En ik moest erbij vertellen dat we onze kop hoog moesten houden. Want het komt allemaal goed. Mocht een eigen keusje doen. Ik heb een hele mooie plaat uitgekozen van Leen. En jij bent alles. Welkom in dit verbouwde fietsenhok. Ergens in een Graafse wijk in Den Bosch. Een van de studio's van Radio Atlantis. Lady Jane is vanmiddag bezig aan haar laatste uurtje zendtijd. Na 25 jaar houdt het station ermee op. Nee, is totaal niet meer op te brengen. Je hebt tegenwoordig boetes van €2250 per keer dat je betrapt wordt op het zenden. Tot aan €33.750. En dan? Dan houdt het gewoon op, dan kun je gewoon niet meer. Het valt niet mee om een piratenstation te runnen. Radio Atlantis heeft weliswaar tegen de 20.000 luisteraars en daardoor advertentieinkomsten. Maar als ze iedere keer je apparatuur in beslag nemen... Meer dan 100 keer. Alles 100 vijf. Invallen? Ja, ja. Die ik meegemaakt heb zelf al, bij de stations waar ik draaide. Het was tussen de piraten en de opspoorders altijd een kat-en-muisspelletje. Maar het laatste jaar gaat het toch echt slecht met de illegale zenders. Waren er vorig jaar nog zo'n 800 piraten, dit jaar zijn het nog maar iets meer dan de helft. Het overheidsagentschap Telecom is vastberaden ze allemaal uit de lucht te plukken. Het zou kunnen zijn dat een illegale zender door het uitzenden, illegaal uitzenden, bijvoorbeeld de communicatie met de verkeerstoren van de vliegtuigen verstoort. En dat moeten we natuurlijk niet willen. 15 jaar geleden zat hier 20 piraten in een bos. En die stoorden echt, want er ging alles, de hele band lag dicht. En toen werden we een paar keer per jaar voor storing uit de lucht gehaald. Maar nu worden we niet meer voor storing uit de lucht gehaald. Dus, dat is niet meer, Dus dat is geen argument, vind je? Nee, dat is ook geen argument, nee. Illegale zenders draaien veel smartlappen en het Nederlandse levenslied. Hé, hey Henk. Volgens zanger Henk Dame zijn volkszangers nu de klos. Voor alle Nederlandstalige zangers is dit gewoon het belangrijkste. Of de piraten zijn gewoon het belangrijkste, want dan word je gewoon een paar keer per dag gedraaid. En zijn die piraten weg en dan komt een nieuwe single uit, dan hoort niemand een nieuwe single meer. Hilversum doet dit niet. En wij zijn toch afhankelijk van lokale zenders, maar zeker ook piratenstations. Vanmiddag proberen de mensen van Atlantis samen met artiesten zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen voor een legaal plekje op de lokale zender. Of dat lukt, is nog niet duidelijk. Intussen neemt Lady Jane afscheid van de luisteraar. Ja, het is voorbij. Ja, het is over. Boos of verdrietig? Beide.